Helemaal, ik ben weer terug met deel 2 van The Sims 2. Ik ben Cass en welkom op onze Dakken Games. Ik ga nu een huis voor haar uitzoeken. Zoals gewoonlijk hebben ze allemaal 20.000 Sim-euro's of zo. En ja, ik ga nu een huis voor haar uitzoeken. Ik ga er geen zelf een maken, nog niet. Omdat ik daar niet echt genoeg geld voor heb. Maar ik begin nu pas met het spel echt te spelen. Dus ja. Oké. Ik moet laden. Dit is haar huis. Oké. Oh, ik zie niks. Oh. Oké, ze is een beetje alleen. Ik ga eerst even een bed voor haar kopen. Dat is wel handig, zodat ze tenminste kan slapen. Misschien een tweepersoonsbed gelijk, voor als ze een vriendje krijgt. Ik denk dat dat wel leuk is. Gewoon een beetje neutraal, denk ik. Oh, die vind ik mooi. Dit wordt haar bed. Haar slaapkamer, niet bedkamer. Sorry, ik kan niet echt goed praten, geloof ik. Ik heb niet echt super veel geld meer over, maar op zich het gaat wel, denk ik. Ik koop al gelijk een wekker, want ik weet niet, ik heb nog nooit uitgeprobeerd wat een wekker eigenlijk doet. Maar ja. En beneden wil ik even mijn telefoon, zodat ik kan praten met vrienden. Niet dat ze die al heeft, maar... Oh, shit. Dit moet je echt... Aan het begin moet je dit altijd kopen. Een koelkast. Want de eerste keer dat ik dit speelde... Gingen ze dood van de honger. Omdat ik geen genoeg geld had voor een koelkast. Oh mijn god. Ja. En ook gelijk al een tv. Want anders gaan ze heel erg zeuren om... Nee, ik wil plezier, blablabla. Heel irritant, maar... Dat gebeurt dus wel. Ik koop nog niet echt een koffiemachine. Ik heb het 1 keer gehad, maar ik vond het niet echt handig eigenlijk. Zo. En een bank. Dat is ook wel leuk, voor als ze ook weer een vriendje heeft. Een 3-persoonsbank. Waarom ook niet? Ik moet het even goed neerzetten hoor, maar... Want dan is het helemaal recht bij ons. Daar ben je echt goed tegen. Hebben we nog meer nodig? We hebben een douche. Een spiegel misschien. Een spiegel is wel handig. Ik hou niet echt veel geld meer over met wat ik aan het doen ben. Maar ja. Spiegels. Ik doe maar even niet echt mijn duurste spiegel hier is. Spiegel, nu ben ik er. Oh, dat was blijkbaar een van haar verlangens. Flirten. Die persoon moeten. Oké, nou, de postbode komt zo meteen, geloof ik. En ik denk dat ik maar ontbijt ga opdienen. Ga voor mijn pap. Als het goed is, meestal skip ik gewoon heel veel door, zodat het gewoon wat sneller gaat. En als je naar buiten gaat, dan gaat de omgeving dus omhoog, maar dat spreekt voor zich. Sneller! Ik wil dat die postbode komt. Ja! Kom praten. Oh. Snel. Snel, voordat ze weg is. Oh, jammer, ze is weg. We gaan een baan zoeken, want... Ga maar zitten. Ik wil wel dat ze gaat werken, anders dan... Oh my god. Anders dan krijg ik niet echt veel geld. Oké. Ik kijk altijd welke het best betaalt, zeg maar.
Oké. Team mascotte 154. Oké, 154. Wow, 336. 336. Ja, die andere was beter, maar dit vind ik toch iets meer bij de passen. En dit is ook, zeg maar. We doen gewoon die ene. Dan moet je weer opnieuw een baan gaan zoeken. Nee. Oh my god. Het duurt nogal lang. Verder. Bananen. Oké. Om 7 uur wordt ze opgehaald. Ze wil een bar kopen. Een bar. Oké, hoe duur is dat? Meestal doe ik die verlangens niet echt aan het begin. Ik wacht daar altijd een tijdje mee. Maar we kunnen het ook wel gewoon. Dit ding wil ik daar hebben. Oh, ik weet echt niet waar die dingen staan. Ik kan wel gewoon kijken, maar ik heb echt geen flauw idee. Oh, hier weg. Dit is een bar. We zullen nog. Dit is een bar zo doen hoor. Ik heb gewoon deze. Om dingetjes op te kunnen maken of zo. Wat leuk! Oh mijn god, dit ziet er echt zo schattig uit. Ik zet hem gewoon midden in de kamer. Omdat misschien wil ik hem wel. Niet tegen de koelkast staan. Zo. Oké, dan moet ik weer blij. Drankje maken. Stereo installatie kopen. Oké, ik stop met kopen, want dit. Gaat me te ver allemaal. Oké. Oh, ze gaat het ook echt drinken. Ik dacht. En is het lekker? Geen emoties. Drankje maken, drankjes maken. Oké. Oh, dan kunnen we een feestje geven en dan. Oh ja, dat is leuk. Dat gaan we doen. Maar eerst mensen ontmoeten. Ik wacht de tijd tot er hier mensen langs voorbij lopen, zodat je mensen kan ontmoeten. Meer doe ik eigenlijk niet. Wat is er? Oh, kom, we gaan naar de fles drinken. Oh my god, straks wordt ze dronken. Kan dat eigenlijk? Ik heb nog nooit geprobeerd. Een lounge. En skip. Oh, ze gaat allemaal dingen maken. Duidelijk weer erbij zijn. Ze heeft drankjes gemaakt. Oh my god, sommige bezoekers willen me welkom heten. Oh mijn god, dat is lief. Dan heb ik meer vrienden. Hey, dat is mijn andere poppetje. Brooke. Oh, hij is ook een flirty type. Oh mijn god, misschien kunnen ze wel baby's krijgen. Even iedereen begroeten. Iedereen begroeten. Ze wilde mensen ontmoeten, dus. Oh mijn god, ik vind hem leuk. We gaan praten met hem. Vermaken. Waarderen. Ik vind het zo raar dat die mensen gewoon echt letterlijk doen alsof ze thuis zijn. Ze gaan tv kijken. Ze pakken gewoon dingen uit de koelkast. Dat vind ik echt raar. Maar ja. Oh shit, ik ben even zweven. Vinden jullie elkaar leuk? Oh mijn god, ik nu op. Oh mijn god, ze vinden elkaar leuk. Ik weet niet waarvoor dit allemaal staat, maar. Ik denk dat dit goed is. Hoe hoger het al beter. Wie is dit? Lullig, ken ik niet. Snel. Oh, ze moet echt naar huis zijn. Kom, gaan we naar hierheen lopen. Als je echt twee stappen buiten bent, dan gaat die omgeving helemaal omhoog. Dat is wel chill. Oh, nog iemand. Ja. Kom. Ik heb
ik ook niet. Begroet er. Begroet. Begroet. Wat is het aan het doen? Ga erheen. Oh my god. Wat is het? Oh. Oh, dan raak ik soms echt helemaal... Waarom staat zij naar de muur te staan? Oh, naar de tv alleen. Nog een ballen. Nee. Hij is van mij. Ik ga opscheppen. Vindt hij vast leuk. Oh, ik wil eigenlijk roddelen ook. Vind je dit leuk? Oh, is het zo voor die? Oh, mijn nu niet echt leuk. Oh, hij praat niet meer met me. Een random mens. Kom. Kom. Nee. Niet weggaan. Alsjeblieft niet, ik ben alleen. Hallo. We hebben echt vet veel mensen in ons huis ofzo. Haar huis. Niet ons huis. We gaan ervan maken. Ik vind het soms echt raar dat soms vragen hun, soms komen hun hier en dan mogen ze je eigenlijk helemaal niet. Maar ik wil, nee, ik wil praten. Ik kom gewoon babbelen. Dat vond hij leuk. Dat vond hij wel leuk, toch? Hoe laat heb ik nou opgehaald? 7 uur. Oh. Okay. Oh yes, vrij. Haha. Die mensen, ja. Oh my god, nog iemand. Kom, we gaan erheen. Ja. Nee. Patrick. We gaan Patrick begroeten. En mensen staan in de weg. Ja, had ze honger. Maar ik wil zoveel mogelijk mensen ontmoeten, zodat ik echt een keer een feestje kan geven. Dat vond ik wel leuk. Doei. Oh, ze heeft honger. Ik ga een macaroni met kaas maken. En daarna ga ik al deze mensen wegsturen. Van iedereen. Want ik maak het nu omdat ik met één poppetje ben gewoon alleen voor haarzelf. Omdat het anders gaat bederven en zo. En ik vind het irritant dat al die mensen er zijn. In het begin is het wel leuk omdat je dan... Ze gebruiken gewoon... Ah, raar. En ik ga slapen, want het is vandaag, ik heb vrij. Dat vind ik wel chill. Shit, die mensen zijn er allemaal nog. Oh, ze gaan weg. Ze vonden het leuk. Dat is mooi. Heb ik al ik heb nog niet eens gedoucht. Oh, misschien dat er een mens in bed. Dat zou best kunnen eigenlijk. Daarna mag je weer gaan slapen, hoor. Na. Wauw, ze heeft echt heel veel gedaan. Ze is echt helemaal moe. Dat is wel fijn, want dan kan ze de hele dag flirten en zo. En dan moet ze 's avonds werken. Het is grappig om dit te versnellen. Dat het er vet grappig uitziet. Oh mijn god, ze denkt aan hem. Nee, denk aan Brooke. Oh, dat klokje gaat ook echt... Oh mijn god, het klopt ook echt helemaal. Oh nee, dit is echt chill. Het is me nog nooit opgevallen. Oké. Oh mijn god, ze moet echt nodig naar de wc. Ze wil allemaal nieuwe dingen. Dat Oya is, zeg maar, het doen. Oh ja, we gaan verleiden oefenen. Kan je je uiterlijk veranderen? Oké. Oh nee, dat duurt heel erg lang. Ik heb het wel eens eerder gedaan. Het duurt echt heel erg lang. Dus we doen het maar gewoon één keer. En dan gaan we... Oh nee. Ugh. Het is een beetje vies, geloof ik. Deze gaan we recyclen. En ja. Ja,
dan zit het er echt heel lang over. Oké, okay, nu mag ze wel stoppen met dat. Oké. Okay. Ze gaat gewoon tv kijken. Nou, eigenlijk mag je gewoon ontbijten. Warm vruchtgebak. Oh mijn god. Zo lekker. En tv kijken. Want het plezier is niet echt goed. Ik ga even inzoomen op haar, zodat ik echt goed kan zien eten. Oké, okay, de trap is blijkbaar onzichtbaar geworden. Oké, okay. Hebben we vandaag werk? Ik weet nou nog steeds niet of dit is dat je vrij bent, of dat je juist moet werken. Ik weet het verschil niet. Daar kom ik vanzelf wel achter. Oh! Wow, wat is dit? Een geldboom! Hebben? Oh mijn god, ik kan hem kopen! Ik ga een geldboom, ja, dat ga ik doen. Maar dan moet ik niet echt veel mensen uitnodigen, anders gaan ze straks allemaal... Wacht, is dit wel voor iemand die geen rijkdomswens heeft? Oké, ik weet niet of ik nou echt iets slims heb gedaan. Oh ja, krijg ik meer geld. Chill! We gaan die lezen. Oh, dat is echt vet cool. Nou, dit wordt het weer. Dit was het weer voor deze aflevering. Ik ga volgende keer weer verder. Dus doei!